Ik heb me eigenlijk altijd wel goed gevoeld in Italië. Ja. En wat je in Italië hebt, je wordt fysiek goed begeleid en je speelt een toffe competitie uitdagend. Ja. Uw coach kent ook meestal wel veel van volleybal. Ja. En dan in Turkije is dat wat tegengevallen met de coach ook. Ja. Dan de competitie die daar zo. De begeleiding ook mijn halve. Ja. Brazilië was super, maar dat was dan weer ver van huis. Ja. En ja, dat was ook zo wel moeilijk om zoals Europees nu daar zo aan te passen. Ja. En ook het spel daar. En dat is zo verschillend, ja. Ja. Ik vind dat wel, ik vind dat heel fysiek. Ja. Zo, dat technische valt zo'n beetje weg. Dat is echt zo, ja, heel fysiek. Ja. Dat is ook heel zwaar trainen. Dan die temperatuur, ja, dat klimaatverschil, dat was voor mij dan ook wel. Ik heb daar eigenlijk een goede periode gehad tot, ik denk, dan die break zo met de nationale ploeg. We hadden toen kwalificaties voor de Olympische Spelen. Ja. En dan daarna super moeilijk gehad om terug te gaan. Ja. En zo, ja. Ook door die uitschakeling en de manier waarop waarschijnlijk? Of ja, misschien. Ja, ik weet niet. En dat was zo, ik kon mij dan niet terug aanpassen en niet terug dat spel. En ik weet dat nog, ik kwam toen terug en ik had toen twee vluchten moeten nemen. En ze hadden dan een match op verplaatsing en dat was dan nog iets met twee vluchten. Ik moest dan achter gaan en ik was toen zo kapot. Toegekomen. Ik moest dan eigenlijk niet spelen, want dan stonden ze 2-0 achter en heb ik moeten meedoen uiteindelijk nog 5 sets. Ja. Dat er dan iemand gekwetst was. Ja. Also, dat was allemaal zo'n ideaal en ik ben daar zo wat in blijven hangen. Ja. En dan de play-offs denk ik, dat ik dan de finale of zo heb ik dan toch nog gespeeld. Daar. Niet de finale, in de halve finale. Ja. Dat was dan redelijk goed, maar dat was dan tegen Rio en die waren toen dat jaar sterker dan ons. Ja. Weet je, dat is een enorme ervaring geweest en ik vond dat eigenlijk echt heel fijn en veel uitgeleerd.